boven water altijd een wandeling. En vandaag zijn we beland goed Beerschoten. Dat is echt een prachtig gebied. Het is een Frans-Engelse tuin. En daar hebben ze ook nog een heel mooi bos bij aangelegd. Daar moet je gewoon naartoe. Je volgt als het ware alleen maar de nummertjes 1 zie je daar in het verte. Of hier, hier. Kijk, hier. Nee. Ja, hier, kijk. Dan volg je route nummer 1. Je kijkt ook nog eens een keertje op de site natuurlijk, om alle info te weten. Want we gaan langs wildparken, we gaan langs konijnenheuvels, we gaan langs vissenkommen. Vissenkommen? Wat dat zijn? Nee, ga ik niet vertellen. En als je het allemaal nog eens wilt downloaden via een audiotour, dat kan ook op de site. Koptelefoontje op en wandelen maar. En wij gaan nu langs de Beeldentuin rechtsaf over de Wittebrug. Op de paarden blijven, geloof ik. Ja. De wandeling is zo'n 4,5 kilometer lang. De één volg, hè, niet de 134. Je gaat door bos en langs Beeldentuin. Langs mensen. Kleine mensen. Vissertjes. Met schoolprojectjes. En dan schep je zelf eens wat. En wat vang ik dan? Ik heb beestjes. Moet je kijken. Hier, kijk eens. Kikkervisjes. Nou, alsjeblieft. Ja, nog één, kijk eens. Zag je dat? Nou, je moet een beetje meer langs de kanten. Als je echt langs de kanten gaat, dan zul je ze vinden. Ja? Ja. Alsjeblieft. Landgoed Beerschoten was privé-eigendom. De tuin was eerst ontworpen in Franse barokstijl, met rechte laantjes en mooie paadjes. En toen kwamen de Engelsen met hun landschapstijl. Maar het bleef een keurig nette tuin, met heel veel personeel. In de hoogtijdagen werkten hier 35 tuinlieden. Ja. Dus om alles keurig netjes te onderhouden. Nou, er werden kantjes gestoken langs de paden. Er lag geen blaadje op het pad. En nou, alles moest er perfect en netjes uitzien, zeg maar. Nou, dat onderhoudsniveau, dat wil het Utrechtse landschap gewoon niet. We willen toch dat het iets meer richting natuur gaat, zeg maar. Ja. Dus dat het ook een wat natuurlijke beleving is. Maar wel met het vasthouden van de cultuur, zeg maar. Wel laten zien wat er was. Laten zien wat er was en dat ook behouden. In dit geval dus de strakke lanen. Van de Franse tijd en, nou ja, goed, en dan het golvende speelse van de Engelse landschapsstijl, zeg maar. Ja. Die stijlen die maar zijn... Zit jouw stijl er ook een beetje in nu al? Niet in de cultuur, zeg maar, want dat ligt gewoon vast. Nee, maar is er een lijntje wat ik kan zien? Nou, dat is typisch mijn lijntje. Kan je dat laten zien? Een weggetje, dit is mijn bocht, dit is mijn bult, dit is mijn... Ja, ik vind het laantje waar we nu in staan, zeg dit. Maar. Ja, dit laantje vind ik altijd wel heel erg schitterend. Want dit is jouw laantje? Want je kan er zo heerlijk van genieten. Nee, wacht even, je praat overheen. Want dit is jouw laantje. Ja. Dit is gewoon, als je later zou kunnen zeggen, als iemand weer gaat uitleggen over het culturele landschap van dit gebied, van Beerschoten, kunnen ze in ieder geval zeggen, hij was hier. Ja. Ja, ik vind dit gewoon... Dan gaan we even een portretje. Kijk, gewoon je zo even neerzetten zo. Even in jouw laantje. Voor de eeuwigheid. Draai je het eventjes. Even dit zet even neer, ja. Dan zet je hier een mooi muziekje hier? We lopen hier ongeveer een 20-tal rijen bij elkaar. Dus we hebben hier dichtbij hebben we een wildrustgebiedje ingericht, dus een stukje afgesloten voor het publiek. Ja. Zodat ze daar dus ook niet kunnen komen. We hebben er geen bordjes bij gezet, want daar gaan ze er juist naartoe. Ja. Dus dat werkt dan weer niet. Maar we hebben het visueel onaantrekkelijk gemaakt, zeg maar. Dus, zodat mensen daar dus niet naartoe gaan. Dit is het schaduwlijntje. Ja, dus eigenlijk dateert het uit de Franse tijd. Ja. Het is het zogenaamde Berceau-laantje. Het Berceau-laantje. Ja, Berceau, het Franse woord voor wieg. Ja. En dat heeft dus ook te maken met, dit laantje werd vroeger altijd gesnoeid en geknipt. En je kreeg dan als het ware kreeg je dus een overkapping, zeg maar, van allemaal loof. Nou, en dan konden dus de rijke dames, die konden dan... Hier konden ze wandelen in de schaduw, want ze mochten niet bruin worden. Want als je bruin was, dan werkte je op het land. En als je op het land werkt, ben je minderwaardig. Oké. Okay. Dus de dames moesten blank blijven? Die moesten blank blijven, ja. Dat's... Bruin, blank, geel of roze, blijf vooral zitten. Want straks zijn we terug met de wereldberoemde Jits Bakker. Drinkwaterprof Walter van der Meer. En Miguel met zijn vriend de Veenmol.